Ik ga mij niet spelen, ja. Boeit mij het ook. Dan gaan we gewoon eventjes een lekker spoiler doen. Ja, joh. Ik weet eigenlijk niks meer van die film, wel. Ik ben alles vergeten. Kruunen helemaal verzucht. Heb je ze zwaar? Dames en heren, het is weer zover. Zo'n nieuwe lekker spoiler. Vandaag gaan we het hebben over die Super Mario film. Maar is die wel zo super? Dat gaan we vandaag, bespreken. En ik ga dit vertellen, Tim. Het is ongeveer een weekje geleden dat we hem hebben gezien. En ik weet er niet zoveel meer van. En is dat een goed teken? Ook dat gaan we bespreken. Maar voordat we daarin duiken, Tim, wil ik je dit vragen. Terug in de tijd. Wat is jouw idee? Hoe ging je erin? Had je zin om hem te zien? Verwacht je er iets van? Oké, je moet even beseffen. Mario film van tevoren denk ik van, dit wordt echt fucking crap. Waarom? Gewoon, welke gamefilm is ooit leuk geweest? Mortal Kombat, greatest of all time. Mortal Kombat is echt crap to the max, hè. Het is de mooiste film die er is. Deel 1 is goed. Die is genieten zelfs, dat is een droom. Maar die laatste is kut. Maar voor de rest is geen één film van een game goed of leuk geweest ooit in het leven. Dus je dacht, het gaat crap worden. Maar toen hoorde ik, wacht eens even, wat gebeurt hier in mijn oortje? De makers van die Minions gaan maken. En toen dacht ik, oh, wacht eens even. Dit werd ergens over. Dit kan nog wel eens genieten worden. En toen zagen we die eerste trailer. En toen dacht ik, ik voel hem intens hard. Toen heb ik geen trailer meer gekeken en dacht, dit is de film. Dit is mijn film. Echt heel duur uit die trailer, ja, weet ik nog. Maar ik had een beetje van, voor mij hoeft het allemaal niet. En ik weet niet waarom, dat is gewoon mijn eerlijke gevoel. Voor mij hoeft het niet per se. Het was meer van, ik speel Mario games, alles behalve voor het verhaal. Dus waarom, als het een film is, dan is het opeens 100% verhaal. Dus het behoefte voor mij niet zo. Maar ik moet wel zeggen, hoe meer trailers er kwamen, dacht ik, weet je wat? Elk shot ziet er zo duur uit. Je zag in elk shot minimaal 100 poppetjes. Toen dacht ik, oké, toch even kijken. Mensen zoals jij zijn irritant, weet je wel? Ja, weet ik. Maar heeft het te maken met mening over de film of met bestaan over het algemeen? Ja, allebei. Maar vooral je mening. Van, oh, van mij hoeft het eigenlijk helemaal niet. Dat het slaat nergens, van mij hoeft het niet. Wat bedoel je? Je bent zo'n man die zegt van, oh, Toy Story 4, waarom maakt ze deel 5 en zulke dingen? Hoeft van mij niet. Oh, van deel 1 leuk, waarom maakt ze 16 delen? Wat zeg je tegen mij? Jij zit gewoon slap te lullen, waarom hoeft het van jou niet? Je vindt Mario wel leuk. Gevoel. Ik kreeg er geen gevoel bij van, jippie. Van ik kreeg niet die iconische jippie van hem, voelde ik niet. En moet ik dan zeggen dat ik hem voelde? Ik voelde hem gewoon niet. Ook ga je hem kijken. Nee, je gunt gewoon geen ander, gun je iets. Van jou hoeft het, natuurlijk wil je het wel zien, je bent er gewoon benieuwd. Timon, jouw mening is dom. Jij bent zo niet scherp dat je nergens iets van snapt. Je had niet eens door dat mijn stem volledig oversloeg. Dus waarom ga ik naar jou luisteren? Je snapt helemaal nergens iets van. Ik dacht dat je Mario probeerde na te doen. Timon, maakt niet uit. Dat waren de verwachtingen. We gingen er al bij heen. Want uiteindelijk was het me best wel binnen met die trailers. Maar voordat we echt de film instappen, wil ik dit nog even aan je vragen. En dat is het volgende. Hoe denk jij dat die officiële stem van Mario zich nu voelt op zijn bankie? Die voelt zich kut. Die moet zich echt puur zuur voelen. Want je moet je dit voorstellen. Ik denk dat Mario misschien een van de meest iconische stemmen sowieso van videogames ooit is. Ja. Dan komt er een film uit en dan zeggen ze, nee, we gaan een andere stem doen. Zeg maar, die meest iconische stem die bestaat, zeg maar. En zeg maar, er zijn weinig characters die alleen al van hun naam of van hun stem al kan herkennen. En dat is er sowieso één. Hoeft alleen Jippie te zeggen. Maar ze zeggen, nee, dankjewel voor je 20 jaar stemmen inspreken, hoor. Maar waarom hij niet, ik snap gewoon niet waarom hij niet gekozen is. Want hij zat blijkbaar met meerdere rollen in die film. En hij viel me ook amper op. Alleen in het begin hoorde ik. En voor de rest wist ik niet eens dat hij nog meer in de film zat, die beste vent. Ja, maar het hele ding is kan hij gewoon voice act. Blijkbaar is hij gewoon goed. Hij is een voice actor. Ja, het is een hele ding. Merk. Hij doet zoveel serieuze rollen. Ja, ik kan niet eens geloven. Oh, dat is mijn. Wow. Ja. It's me. Ja, die Luigi wel kunnen doen, volgens mij. Ik kan het niet eens geloven. Die gozer voelt een sip en ik voel me lullig voor die gozer. Maar ik dacht, maakt niet uit. Want ze hadden gezegd van, hij komt sowieso met een rolletje erin. Heeft hij echt een rolletje van een paar zinnen? Ik dacht, hij komt sowieso minimaal wel even, wauw, komt hij even Mario? Maar niet eens een Mario moment hadden we. Nee, het ging eens een classic moment. Geen classic moment. Hij ging alleen zichzelf bespotten. Chris Pratt. Begin je van tevoren, maar die gozer was, het was niet opvallend storend, was het niet.
storend, maar hij deed ook gewoon zijn eigen stem, dus ik kan het ook niet storend zijn. Zeg maar. Ja, maar dat was juist het storende gedeelte. Als je aan Mario denkt, wil je toch Mario's stem horen en niet gewoon een gozer die helemaal geen zin erin heeft en bij de hand gaat doen. Hij had geen Mario's stem. Hij was gewoon puur Chris Pratt, hebben we gehoord. Gewoon puur 100% Chris Pratt. Maar ik moet eerlijk zeggen, hij was niet opvallend storend, vond ik het niet. Ik heb geen last van, gewoon prima, gewoon niks aan de hand zelfs. Maar wie wel storend was, mag ik het al zeggen. Oh jongen, jongen. Oei, ja, maar toen dacht ik... de bioscoop, hè? En we kijken elkaar aan toen het gebeurt van wie is deze man? Maar ik wil niet zuur doen, zeg maar. Want het voelt bijna lullig hoe zuur ik me daadwerkelijk voel. Want ik dacht van, ik zal wel weer een zuur lappie zijn. Maar zeg het maar, hoor. Of wil je tegelijk zeggen? Want ik weet toch wat je gaat zeggen. Nee, die Cranky Kong, goedemorgen. Wat de fuck was dat? Wat kwam die nou mee doen? Ik heb het gevoel, als ik die rol had gegeven, dat ik hem beter had uitgevoerd. Nee, dat denk ik ook niet. Ik kan ja, maar we moeten niet overdrijven. Ik kan dus amper praten. Die Cranky Kong was niet te doen. Die was niet te bikken. Nee, dat was echt niet te doen. En ik vraag me af of het komt doordat de animatie was heel overdreven en hij was helemaal dood in zijn stem. Dus door dat contrast, dan ga je het ook eerder opvallen, denk ik. Want hij deed heel wild en zo, maar zijn stem was echt dood van binnen, zeg maar. Ja, hij klonk zoals die Mario's stem zich moet voelen. Zul je wat zeggen? Ik ben een Cranky Kong man op zich en nog steeds was hij niet eens te doen. Hij was echt niet te doen. Het was niet eens persoonlijk, was het. Was gewoon, hij viel gewoon op. Ja. Maar over de film, Pieterman, wat denk je ervan? Timon, dan wil ik voordat we erin duiken, hè, moet je even wat voorbereiden. Wat zijn karakter die je miste? Want ik dacht, die Wario, die moet toch even een Wario-moment. Ik ben niet eens ja, ik ben wel een Wario-man op zich. Ben je een Wario-man? Ja, die Game Boy Original. Maar ik had dus qua karakters niet echt het gevoel dat er meer karakters in zouden komen. Ik had niet echt de verwachting, oké, nu gaan we activeren. Alle karakters komen erin. Dan gewoon Mario-poppies. Dat zag ik in de trailer. In de trailer dump is altijd alles al, dus ik had ook niet meer verwacht eigenlijk. Maar Yoshi? Niet even een Yoshi-moment? Een Yoshi-moment gehad. We zagen hem langsrennen, de groep. En dat was gewoon leuk. Dat prikkels, er kwam wat leuke muziekje erbij. Dat voel ik hard. Oké. Nou, wat valt er dan nog te bespreken? Ja, de hele film, zeg maar. Wat vond je van de hele film? Mijn officiële... Maar ik ga me nu al lullig voelen. Want ik heb Timon... echt zelden zo sip gezien om de mening die ik had. Ja, nee, ik verschil. Hij nam het echt heel persoonlijk. Want ik zei van, mijn officiële mening. En dit is hem. Mijn mening van de film is... leuk. Hij is kijkbaar omdat het Mario is. Dat is mijn review. Want je kijkt het omdat het Mario is, maar al zou je die poppetjes vervangen met anderen, dan kijk je het verhaal niet, dan is het gewoon niet te doen. Dus je kijkt het echt omdat het Mario is, daarom is het kijkbaar. Dat is mijn review. En dat vond je heel erg heftig. Ja, ik vind het nog steeds erg schrik. Want ik zat in bioscoop en ik dacht van, ik verwacht niks, want alle gamefilms zijn gewoon crap. Ik heb die trailer gezien, was genieten. Ik dacht, ik voel hem op zich wel. Maar ik had dus verder niet veel van verwacht, ik heb geen grote verwachtingen. En ik zat daar lekker. Lekker chipje erbij, lekker slokje erbij, daar ga ik gewoon. Maar eens even lekker kieken, gewoon niks verwachten, gewoon gaan. En ik moest gewoon meerdere keren lachen. Ik kwam die pinguïn mannetjes, die grappige hond. Ja, dat zeg je met te vertellen, maar wat was het geinige moment, zeg maar? Was het geinige geintje van, ze gingen bekogelen met sneeuw en het deed ze niks? Was dat het waar je zo om zat te lachen? Ja, dat was grappig. Die was echt zo'n alpha pinguïn man, die was gewoon genieten. Ik zat mis... Daar heb ik nog wel een tip voor je. Waar heb ik het helemaal verkeerd? Ja, de Teletubbies. Misschien vind je dat ook wel grappig. Er komt zo'n stofzuiger en die maakt grappige geluidjes. Ik heb 5 keer gelachen. En ik kan me niet herinneren dat ik bij andere comedyfilms ooit heb moeten lachen in mijn leven. Die ene film, die zogenaamde The Greatest Comedy Film of All Time. Die Jeffy's favoriete film. Hoe heet die? Weet ik veel waar je het over hebt. Wie de fuck is Jeffrey? Die Egbert Live, zijn favoriete film. Hoe heet die nou? Dat is zo'n Hot Fuzz. Dat is zogenaamd de beste film of all time. Voor veel mensen is dat de grappigste film ooit. Daar heb ik niet 1 keer om kunnen fucking glimlachen. En hier heb ik 6 keer kunnen lachen. En wat is je punt nu? Dat dit gewoon... Voor mij is dit gewoon echt genieten zelf. Ja, maar waarom word je nou weer zo boos? Je mag het toch wel leuk vinden? Want je moet het prima vinden. Ik zeg toch, het is gewoon kijkbaar. Kijkbaar is toch prima? Je haalt het tot de dood. Nee, helemaal. Ik vind het gewoon kijkbaar. Ga ik wat nog een keer kijken, zoals een Mortal Kombat film? Zeker niet. Jij zegt van, ik vind het niet grappig. Wat, in welk gedeelte is er kijkbaar aan? Maar je hoeft er niet grappig. Er was 1 geintje die vond ik grappig. Dat was een iconisch geintje zelfs, ga ik zeggen. Maar iets moet toch leuk zijn, zeg maar, voordat het kijkbaar is? Ja, dus het kan toch gewoon kijkbaar. Zeg maar, Schindler's List vind ik ook niet geinig, maar de kijk is wel kijkbaar. Het is niet, maar die is niet bedoeld om grappig. En jij zegt, ik moet het grappig vinden, anders kijk ik het niet.
Wat heb je het over? Iets kan vermakelijk zijn. Een comedyfilm moet grappig zijn om kijkbaar te zijn, toch? Waar zit je anders naar te kijken? Er zijn toch allemaal andere categorieën? Het is geen comedy, het was gewoon vermakelijk was het gewoon. De Jurassic Park vind ik niet geinig. Ja, maar dat is ook dat is geen comedyfilm. Een dramafilm moet je een beetje emotioneel voor worden en dan is het genieten. Dat is zeg maar het doel van de film, toch? Ja, maar het is toch prima? Ik vond het bekijkbaar. Ik weet niet waarom je zo elke keer zo boos op me wordt. Ik ben niet boos op je, maar ik kan je mening heel zwaar hebben, gewoon. Ik zit ook te denken, misschien is Schindler's List vermakelijk noemen ook niet de goede omschrijving. Je hebt het wel gezegd. Ja, maar nu ik erover nadenk, was het misschien... Maar maakt het niet uit. Het punt is dat het niet uit, maar ik vond het kijkbaar 6,5 prima, toch? Gewoon... Voor de... Maar jij hebt het nu over 6,5, dan is het gewoon van, oké, dat is gewoon tip-top in orde, 6,5. De 6,5, ja, maar onze definitie van de 6,5 is niet tip-top in orde. Je hebt 5,5, dat is voldoende, dat is toch gewoon leuk. Ik heb mijn €15 betaald, wat echt duur is, voor een film, daar ben ik tevreden, 5,5, ja. Ja, maar dus jij was zeg maar zo gozer, jij bent tevreden met de 6 en ik ben teleurgesteld met de 6, zeg maar. Dat is ons verschil als mensen. Al maak ik kunstwerk en iemand zegt van, oh, dat is een 6. Dan denk jij van, oh, dat is goed genoeg om voldoende te zijn. En ik denk, baal, ik wil niet een 6 hebben, zeg maar. Een 6 is om een meter te kopen, dan zou ik kopen, een schilderij. Dat is goed, voldoende. Bij 5,5 koop ik een schilderij, zeg maar, van, oh, die vind ik mooi genoeg. Dit is goed genoeg. Dat zeg maar, want de 5,5 is voldoende, om, ik vind het mooi genoeg. Ja, de 6,5 is dus echt gewoon genieten. Dat is echt bijna een 7. Nee, dat is dus niet waar je mee eens bent. Niet van, maar hoe het een film die een 8 is dan? Hoe is dat dan voor je? Een film die 8 is, ja, dat is echt bijna perfect. Dat is maar 2 punten van perfectie af, hè. En perfectie is echt ongelooflijk hoe intens genieten dat is. Ja. In ieder geval hebben we er nog meer over te vertellen. Want er is dus niet echt veel over te vertellen, is het ding. Ga je hem nog een keer kijken? Zou hem ooit nog een keer kijken, omdat het zo hilarisch was? Op 5 jaar ga ik hem opnieuw kijken. En dan kan ik hem echt een review doen. Misschien ben ik meegedragen met de hype en zo. Van, ik vond het mooi en ik voelde hem hard. En mensen voelden hem over in de Metacritic en zo. Die mensen die het zogenaamd versnapt vonden het helemaal kut. En de mensen van andere mensen vonden het echt leuk. Dus ik dacht, dat gaat gewoon crap worden. Dus over 5 jaar kan ik pas echt bepalen van, is het nou crap of niet? Nu zeg ik 7.0. Is gewoon leuk. Is gewoon heel goed zelfs. Maar wat ik dacht... Ik verwachtte het. Is gewoon, ik ben echt een Mario man. En ik verwachtte toch wel even een kippenvel momentje. Wat miste jij dan? Een kippenvel momentje. Oh, ik heb een dit... Dit vond ik dus helemaal niks. Moet je hier eens over. Ik zit nu even te kijken in mijn aantekeningen. Er staan geen aantekeningen. Er staat alleen dat de muziek niet te doen was. Dan gaan ze Mario Kart. Er komt fucking Take On Me muziekje. Dan dacht ik even van, what the fuck is dit nou? Waarom draaien ze niet een classic... Kippenvel moment Mario Kart muziekie remix. Dat was zo misplaatst, dat haalde me er helemaal uit, joh. Alsof het een fucking fancompilatie was dat het in elkaar was gezet. Die muziek erbij. Dat was wel crap. Dan ga ik ook weer zeggen, je hebt die Rainbow Road, dan kan je gewoon slam dunken erop en wordt echt genieten. En bij Donkey Kong ook, volgens mij. Dan kon je lekker zo'n Donkey Kong... Ja, maar waarom? Ze moesten echt zo van, oh ja, ik snap geen reden om het niet te doen, want het publiek... Dat komt voor Mario, toch? Dus voor wie draai je dan die jaren 80 muziek? Ja, ze willen natuurlijk ook die euromunten. Dat is helemaal een reden waarom Chris Pratt erbij zit, natuurlijk. Gewoon puur om die euromunten van andere mensen die het niet kennen, per se. Maar ik heb het gevoel, iedereen kent Mario ter wereld ooit. Dus het is wel heel raar. Helemaal met je eigen Nintendo... Maar ze hebben het over algemeen deden ze overal Nintendo muziekjes, toch? Alleen bij 2 grote stukken inderdaad niet, wat heel raar was. Maar het stoorde me niet. Want ik had het was bij best wel veel stukken gingen ze het zonder reden doen. Want ja, ik heb het ook gevoel, jij verwachtte meer dan ik dan toch weer. Maar jij zegt dat je niks verwacht en nog steeds ben je teleurgesteld. Dat vind ik zo'n... Ik ben niet teleurgesteld, het was gewoon kijkbaar. Oké, je hebt 6,5 gegeven. Ja, maar jouw mening is een beetje moeilijk voor mij. Ja, jij wil dat ik exact dezelfde mening heb. Nee, ja, dat zou echt leuk zijn voor mij als je hetzelfde mening hebt. Maar je zegt het, want het staat in een film, je kijkt met een vies gezicht naar me toe toen het klaar was. Je zegt van, dit is fucking niet te doen, zei je tegen mij. En nu zeg je 6,5 tegen mij. Nee, dus het is kijkbaar, gewoon kijkbaar. Maar ik vond het niet per se heel grappig of zo. En dat was voor jou dat vond je heel kwetsend. Ja, ik vond het 4 keer grappig. En dacht van, ja, dat is een record bijna. Van 1 keer was het zeer geinig. En dat was toen Bowser zei van, dat zijn die Goombia's. Dat zijn de, wat zei hij? De Goombas, de Koopas. De Goombas, Koopas en what the fuck dat ook zijn. Toen dacht ik, ja, ik weet de naam ook niet. Dat is een heel geinig geintje, vond ik dat. En ik ben gewoon tevreden als er 1 geinig geintje in zit. Dat vind ik gewoon mooi. Wat vond je van...
Wat vond je van Bowser? Die ging zingen. Vond je dat ook... Waarom zeg je het met zijn toontje alsof je al boos bent? Ja, maar daar hoor ik dan niemand over. En dat is zogenaamd, dat is echt zo'n hype op het dat internet. Dat mensen allemaal geinig. Vond jij dat niet geinig? Heel grappig. En toen dat gebeurde, dacht ik, nou, daar gaat Jack Black. Die moet weer eens even zingen. Die gaat lekker freestyle zingen. Oh, en toen zat ik even te zuurkoppie. En voor dat geintje voel jij je weer te goed, is het weer. Ja, en toen werd ik dus even boos. En dat vindt blijkbaar iedereen grappig. Dus ik zit echt overal naast, heb ik het idee. Wat vind je daarvan dan? Ja, nou, ik dacht wel van, ze hebben Jack Black heeft zijn moment gegeven. En hij dacht, ja, ik ga één take, ga ik iets proberen. En dan gaan we gewoon, oké, dan ga ik weer naar huis. Dat voelt, zo voelt het voor mij wel. Het voelde helemaal niet meer als Bowser. Het was geen Bowser meer, het was gewoon, Jack Black gaat gewoon voor een momentje in maken. En ik heb niks tegen die beste vent, hoor. Maar ga, het is geen Bowser meer. Het was echt zo van, ja, oké, Jack Black, activeer jezelf maar. En doe maar wat je voelt. En iedereen voelt het ook met hem mee. Dus ik zit er helemaal naast daar. Huh. Ja, en verder, ja, wat heb ik nog te vertellen, Tim? Wat wil je van mij horen? Want ik hoor dat je er weer helemaal doorheen zit en ik wil je gewoon opvrolijken, hoor. Ja, ik zou het wel mooi vinden. Gewoon noem je wat mooie dingen op, gewoon. Want jij denkt van, oké, ik ben wel blij dat ze dit hebben gedaan erin. Oké, ik vind, er zitten overal geheimpjes in, maar mocht van mij nog wel meer. Ja, dus wat zou je mooi willen daar zien? Daar komt hij binnen. The leader of the bunch, you know him well. Ja, DK. Daar komt de DK rap ging ook al, hè. Ja, dat is goed. En dat voelde ik toch gewoon wel. Kom. Toen dacht ik, dit wordt het kippenvelmomentje. Hij gaat zichzelf introduceren door de rap te doen. Te zeggen dat hij de leader of the bunch, maar dat ging niet. Dat gebeurde net niet of zo. Maar kreeg je niet een lekkere prikkel toen de muziekje wel kwam? Ik dacht, hier gaan we. Maar ik was gespoild dat erin kwam. Dat was in de bioscoop was gespoild. Dan moet je dat beseffen. Oh, echt? Ja, dus de prikkels waren me ontnomen. Ik kreeg wel een lekkere prikkel en toen ging je niet rappen. Ik dacht van ja, maar ik heb die prikkel al gekregen. Gewoon lekker. Hij komt wel binnen. Mensen voelden hem hard en zo. Dat voelde ik op zich wel. Maar weet je wat het mooie is? Ik had niet echt dat ik iets verwachtte. Dus ik heb ook niet echt dat ik iets niet heb gekregen, zeg maar. Ik had toch... Ik vond wel... Ja, ik weet niet. Voor mij mocht het allemaal iets trager wel. Meer de werelden verkennen. Maar ik, minder verhaal of zo. Want het verhaal heb ik wel het gevoel. In de eerste helft van de film... gaan ze een beetje gewoon clearen, voor mijn gevoel. In het tweede gedeelte van de film gaan ze heel erg het verhaal van... oh ja, nu gaan we Bowser verslaan. Maar het gedeelte van Bowser verslaan boeit me niet. Want ik weet dat ze Bowser gaan verslaan. En ze gaan echt laten zien hoe ze hem gaan verslaan, maar dat boeit me allemaal niet. Dus je wil eigenlijk gewoon dat hij daar stopt? Ik wil gewoon leuke momentjes. Ze moeten ze focussen op leuke momentjes in plaats van... oh, het verhaal, oh, we gaan echt Bowser verslaan. Maar hoe gaan we hem verslaan? Ja, dat boeit me niet. Maar het hele verhaal was toch gewoon een excuus om momentjes te hebben? Ja, je hebt het verhaal is gewoon, oké, Bowser is de slechterik en we gaan nu, hebben een excuus om naar al deze werelden te gaan. Ja, dat was het, meer verhaal was het ook niet. Dat voelde ik al helemaal niet en zo. Ga niet in de stad met mij rondlopen in Mario, daar heb ik helemaal niks mee. Dat soort momentjes, van ja, het zijn echt momentjes, gewoon crap. Ja, Tim, dan mag jij we eindigen met jouw top 3 mooie momentjes. Dan hebben we echt nog een goed gevoel eraan overgehouden. Maar je gaat me slam dunken. Ik vind het helemaal niet leuk. De top 3 mooie momentjes en hebben gewoon goed gevoel met z'n allen. Ben jij tevreden? Want niemand is echt heel negatief geweest. Maar toch doe je alsof we het allemaal haten. Nee, maar je hebt uiteindelijk 6,5 gezegd en uiteindelijk zeg ik een 7. Dus eigenlijk zitten we op een lijn. Maar jij verwoord je 6,5 zo slecht. En 6,5 is kijkbaar. Nee, 6,5 is goed. Nee, een 8 is begin je in de buurt van goed te komen. Je kan niet zeggen dat een 6,5 goed is. Wat de fuck is een 5 dan voor jou? Een 5 is kut, dat is onvoldoende. En 6 is... 6,5 is goed. 6 is gewoon wel goed. En daar 5 is kut. Er zit echt een heel raar spectrum daartussen. Mensen zeggen ook de aal. Daar had ja, dat is een goede chat. Live chat is een goede. Dit is waarom de film een 6 is geworden zojuist. Ze kwamen in het water... Diep in de zee, je kent het wel. Er kwam echt een eel, you can feel him. En toen dacht ik, daar gaan we. De echte aal, het knikje naar Mario 64. En toen hadden ze een nieuw specimen hadden ze gedesigned. Dat was gewoon een hele nieuwe aal. Je had echt het aalmoment kunnen hebben. En het was een disrespect naar de aal. De meest iconische aal in videogaming. En daardoor was ik wel een beetje klaar. Dus je zegt dat het niet de eel, de real eel was? Nee, de eel was not real. Dus niet de echte eeuw, maar nee. Misschien had de eeuw wel te maken. Was de eeuw gewoon niet goed gelukt? Nee. Had niet eens de paarse kleurtjes, iconische kleurtjes. Dus mensen waren blij met de eeuw, maar jij zegt de eeuw was niet real. Nee, de eeuw was niet real. Dit was het moment voor mij. Ik dacht, welk character wil je zien? Die paling, die megapaling. En dat kwam niet. Ja, maar dat zou wel echt een knikje zijn. Daar heb ik wel respect voor. Een knikje? Dat is een inkoppertje. Nee, dat is geen inkoppertje. Jawel, het is gewoon een bestaand karakter. En een gast ging zeggen van, laat mij maar een paling maken. Nee, we hebben al een paling.
Ze hebben heel veel vissen, ja. Ze hadden wel maar gewoon een vis moeten tappen, gewoon zo'n grote vis. Cheap Cheap, ja, Cheap Cheap hebben we gezien. Ja, maar zo'n grote Cheap Cheap kon het ook gewoon zijn. Oké, maar goed. Nee, ik heb het gevoel dat ik nu weer de sfeer naar beneden haal. Dus laten we het terughalen. Dus staat top 3 leukste dingen van de film voor jou. Nee, maar staat deze film in jouw top 3 beste gamefilms? Oké, dat kunnen we verkennen door gewoon de beste gamefilms door te gaan. We hebben te maken met... Ik heb ze niet allemaal gezien, hoor, maar ik weet gewoon gamefilms die bestaan. Dus Sonic de laatste jaren. Mortal Kombat bestaat. Uncharted. Uncharted heb ik ook niet. Ik kijk ze niet, zeg maar. Resident Evil? Nee, die heb ik wel gezien, maar die is ook niet te doen. Ja, Mortal Kombat, is top 3 is hij dus. Pikachu. Top 3 is hij wel, ja. Ja, dat is toch gewoon best wel clean zelfs, of niet? Ja, maar dat is hetzelfde... Dan ga ik naar de wc, scheid ik de pot vol en dan ga je uitzoeken welke stukjes zeg maar de beste stukjes zijn. Dat slaat toch nergens op? Nee. Beste film maken heb je Mortal Kombat. En ik moet zeggen, ik ga een shout-out geven. Warcraft. Heb je World Warcraft film? Nee, ik heb nooit World Warcraft gespeeld. Vond gewoon wel leuk eigenlijk. Dat is gewoon wel leuk. En Detective Pikachu is toch ook gewoon oké, kom op even. Ja, maar oké, wat is dan... Ja, okay, ja, dat is oké, ja. Zesje. En dan heb je gewoon nummer 2. Staat gewoon heel netjes. Staat gewoon... Nummer 1 Mortal Kombat toch nog steeds? Ja, nummer 1 Mortal Kombat. En nummer 2 staat heel netjes. Staat die gewoon. Mario film. Dat is gewoon clean. Ja, dat is toch prima. Wil je nog je top 3 favoriete momenten doen? Want ik wil je gewoon even horen genieten. Ik ga me slam dunken. Maar nee. Het zijn niet speciaal momenten. Ik vind gewoon... Een paar geins gewoon geinig. Ik vond de Toads vond ik leuk en zo. Hoe kan je van mij Toad nou leuk maken? Dat kan helemaal niet. Oké, jij vond Toad leuk. En je Toad niet, maar de andere Toadmannetjes. Ja, je vond Toad leuk. Het is gewoon, heb je toch genoeg gezegd? Ja, ga je alweer. Dan ik en ik leuk vond. Ze waren zo lief en zo. En dan ga je weer slam dunken. Ik stel me kwetsbaar op, hè. Ja, dat is waar. Oké. Maar goed, ik vind het gewoon heel moeilijk. Als je dat als eerste voorbeeld gegeven, de Toad leuk is, ja. De Toads waren lief dus. Ze zeiden dat ze zelf lief waren. En dat vond ik gewoon grappig ook. Oké, nummer 2. Je hoeft maar drie momenten maar op te noemen wat leuk is. Ik hoor je gewoon struggelen. De beste gameverfilming alle tijden. Eén moment, de Toads. De Toads vond ik lief. Dat is zelfs ik jou ga vragen. Wat zijn de beste top 3 dingen aan pannenkoekjes? De top 3 dingen. Laat me maar gaan. Het vult. Dat is 1. Nummer 2, het kan als fucking altijd ontbijt. Het kan veel, als lunch en het kan als avondeten. Fantastisch. Het is een feest, is het daarnaast. Het is gewoon het is een ervaring. Is het. Alles counter. Je gaat alles counteren. Wat doe je? Je vraagt 3 voorbeelden. Ik heb er 100 voorbeelden waar een pannenkoekjes moet staan. Dat is een heel slecht voorbeeld. Je zit slap te lullen gewoon zo gek, joh. Je wil me gewoon slam dunken. Ik vond het leuk dat Bo's zijn staart werd omhoog aan zijn staart werd vastgepakt. En ik vond het leuk. Dat was cool, thanks, chat. Ik heb het gevoel dat ik een film kut, maar ik word geïnfluenced. Nu vind ik het ook een kut film bijna. Waarom? Ik word echt geïnfluenced hier. Van alle kanten, je wordt boos op me als ik het niet goed zeg. Je zegt van, het is een kutfilm. Nee, het is nou boze niet goed, zeg, maar je gaat niet zeggen, wat is het leukste aan de film, dan ga je Toad zeggen. Die bom was leuk. Toen ging ze trouwen en die bom, die was daar gewoon te chillen, weet je wel. Vond je, maar het is ook niet goed. Even kijken. Maar de koningbom. Ja, de koningbom. Was het maar goed, maar is het goed dat ik zeg nu? Koningbom vond ik leuk om te zien, maar ik had meer van die... Die Blue Shell Man? De Blue Shell Man. Leuk. Nee. Ik ben een Blue Shell. Ja, ik zag het niet aankomen. Dat is heel dom voor mij. Dat is wel een momentje. Was leuk. Maar waar is Rainbow Road muziekie? Die Luma was niet te doen. Dat vond ik dus helemaal niet leuk. Dan raakte ze me helemaal kwijt. Dat is weer een fan favorite. Dat raakte me wel kwijt. En dan nog wat nummer 1. Het leukste. Leukste van allemaal. Leukste van allemaal, ja. Leukste. Eens even kijken. Ja, die pinguïnmans waren wel mijn favoriet eigenlijk wel, ja. Die koning pinguïnman was mijn favoriet. Ja, ik ga het gewoon zeggen. De alpha male pinguïn koning. Maar die vond jij ook niet leuk. Ik dacht dat je ging zeggen de intro waar de minions te zien waren. Dat toch oh, ja, dat was echt fucking genieten!
Ja, dat voelde ik ook al. Die min je, joh. Dat bedoel ik. Nou, jongens, dit was weer een lekker spoiler. Dit is waarom we ze nooit doen. En bedankt voor het luisteren. Ik denk ook dat het de stream is van vandaag, toch, Tim?